er klaar voor? Ja, de winter is officieel begonnen. Welkom bij de nieuwe vlog. Mazzel heb zijn pakje, Jan. Ja, dan vindt hij even de eerste minuut vindt hij niks. Kijk, zo is hij eiland. Maar daarna gaat hij gewoon weer redden hoor. Heeft hij er niks meer van. Dus, even wat. Kijk, hij is alweer genezen. Hoi. Merkt er niks meer van, hè, maat. Staart doet het weer. Ik heb nergens last meer van. Maar vanaf nu is de weersvoorspelling dus elke dag dag en nacht onder nul. Overdag tot min 7, min 9 zag ik. En 's nachts kan het tot min 14 gaan. In ieder geval voor de komende 14 dagen. En heel af en toe een beetje sneeuw. Volgende week zeggen ze dat er een klein beetje sneeuw komt. En misschien het zonnetje, hè, vanmiddag? Misschien het zonnetje vanmiddag, maar... Nou ja, klein beetje blue skies. Maar ja, we wachten het af. Dat kan je verwachten als je in Zweden gaat natuurlijk, hè, dat koud. We zijn even onderweg. We zijn onderweg. Het is min 3. En het is zondag. En we rijden even naar het plekje, naar het meer waar ik een tijdje geleden geweest ben. Ik ben gewoon nieuwsgierig of daar al het een en ander bevroren is. Nou, we rijden langs de Klarelven. En daar is nog nul ijs. Maar de komende dagen zal dat langzaam en zeker toch tevoorschijn moeten gaan komen, denk ik. Kan niet anders. En voor dit weet ligt hij dichtgevroren. Voor vannacht gaven ze min 8, min 9 op, hè? Min 9, ja. Dan gaat het best hard, denk ik. Ja. En ik weet niet of het te zien is, maar we rijden richting Bergzing. Je kan daar de bergen zien, bovenin. Is dat te zien? Ja, ik zie het. Ja. En dan kan je zien dat het al winter is. Want daar is alles wit. Nee, we gaan zo ook een beetje omhoog. Dus misschien komen we ook nog wel een beetje in de sneeuw. Ik denk het niet, maar we gaan kijken. We gaan het zien. Nou, dan gaan we maar even zwemmen. Ga maar. Breng me in. Nou, dit is dus nog niet bevroren. En bovenin zie je het wel weer, hè? Daar. Mooi. De playa. Kijk, daar heb je dat hutje aan de overkant. Wat? Een hutje daar, een soort jachthutje. Waar? Recht voor je uit, nee. Ah, ja. Gewoon niet. Hier waren het vorige keer zo hard. Je merkt al dat het gewoon... Ja, daar... Dat je helemaal geen wind voelt en hier wel. Nou, het ijs begint hier te komen. Kijk maar. Heel klein beetje. Daar een heel stuk in ieder geval. Het komt nog door de wind dat het nog niet dichtvriest. Je hoort het gewoon kraken, joh. Ja. Leuk, hè? Nee. Op een paar dagen kunnen we schaatsen. Het wordt nu echt koude neus weer. En het zou vandaag min 9 worden, geloof ik. Het schuurtje is ook nog niet echt... Lekker warm. Maar goed. Komen er wel uiteindelijk. Ja, die kant. Helemaal geïsoleerd. Laminaatje er tegenaan. En mijn gereedschap weer opgehangen. Plankie. Nou, helemaal goed toch. Ik ben weer tevreden. Nou, kijk. Het heeft weinig nut zo, hè. Hoe gaat dat zo? Dat is moeilijk hoor, met de camera. Zo. Maar in ieder geval. Zag je dat? Hoi. Maar in ieder geval, daar zitten dus nog kieren. En dat wordt de volgende. We gaan aan het plafond beginnen. Maar niet meer vandaag. Het wordt weer tijd om even wat leuks te doen. Ik heb hier nog boomstammetjes. Nou, zoals je kan zien zijn het niet hele tenderende. Maar nou, ik heb 3 verschillende maten even gezaagd. Bordje erin. Dan gaan we even vaccinelichthoudertjes maken. Heel simpel. Nou, eigenlijk heel simpel. Even met het zaagje. 2 raadjes kunnen de vaccinelichtjes in. Steek net even. Ja, moet er ietsje dieper. Maar ik laat hem er altijd net even boven uitsteken. Voor de zekerheid.
dat het niet allemaal in de hens vliegt. En we gebruiken ze niet binnen, wij gebruiken ze buiten. Dus helemaal top. Simpel, maar leuk. Ik film even hier bij het buitenlampje. Zo, vuile bril zeg. Een kilo zaagsel op. Nee. Dan zie ik helemaal niks meer. Ja, lekker boeiend. Maar goed, we gaan eventjes lekker de buitengril aandoen. Oh, zo zien jullie mijn man niet meer. Het is echt koud. Even wennen hoor, jongens. Het is even wennen. Maar we gaan even lekker buiten kipje grillen. Heerlijk. Dus even hout verzamelen. En dan gaan we vuurtje aanmaken. Er is niet veel van te zien. Maar de kaarsenhouders branden. En we zijn een begin aan het maken. Ja, het is heel erg donker, jongens. Met een vuurtje. En dan gaan we straks lekkere kipje opmaken. Goedemorgen allemaal, het is maandag geloof ik, maandag ja. En het is vandaag echt koud geweest. Het is momenteel, ik ga het even laten zien aan jullie. Binnen 18,3 en buiten min 11,8. Hoeveel graden was het vanmorgen buiten? Min 12,6. Dus vrij fris. Kijk. Je kent het wel, van de winterplaatjes. Wij hebben ze hoor. Ijsbloemen. Ze bestaan nog. Nou, het is buiten ook redelijk wit, gewoon van de vorst. En nou ja, we gaan een lekker stukje rijden. Kijk, zo ziet het er buiten uit. Echt hard gevroren. Nou, de kaasjes hebben ze werk gedaan buiten. Leuk hè. Oh ja, dan moest ik ook nog even opruimen. Dat doen we vanmiddag. Maar witte wereld. Wit van de van het ijs. Ik ben benieuwd hoe het met de meer is. Maar ja, gaan we onderweg wel zien. Dan eerst de auto even ontdooien. Ja, helaas nog geen carport. Veel mensen vragen erom. Maar ik zou niet weten waar ik hem neer wil zetten. Want we hebben nog wat andere plannetjes. En we moeten even rustig aan doen. En nu krijgen we sowieso geen paal de grond meer in. Maar zo ziet de auto eruit. Nou, een rallywagen, diep bevroren. Zitten ze weer. Even lunchen. Waar zijn we geweest al? Lula. Wagen. Wagen. Loppers. Loppers. En een stoefboutiek. En een stoefboutiek. Maar we hebben nog niet zo heel veel. Een paar winterdingetjes hebben we. Voor de kou. Nu gaan we even lekker, omdat we onze zandordeningsnummer hebben gekregen, gaan we even uit eten. Ja. We zijn weer thuis. Bijna. En het is nu 5 minuten over 4. En hoeveel graden is het? Min 8. Min 8. Dus zo donker is het al hier. Mazzel heb een nieuwe vriend. Rudolf. Die vindt hij echt heel leuk. Kijk maar. Daar gaat hij, hè? Ho, ho, ho. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Merry Christmas. All of the other reindeer. Clap on your knees. Nou. Gaat Rudolf, hè? Maar zo zachtjes, jongen. Hé, hey, kom. Zachtjes? Nee. Goedemorgen allemaal. Je ziet het bijna niet. Je ziet wel een heldere lucht. Dat betekent koude nacht, hè? Het is momenteel min 11. Het is 8:30 ochtends. Pak je thee even mee naar buiten. En normaal doen we rustig al. Mijn mazzel stond al voor de deur. Dus lopen we even een rondje buiten.
Maar de winter is begonnen. Ik denk niet dat de put nog gedaan wordt dit jaar. Dus daar moeten we nog een paar maanden mee wachten. Wel jammer, want het gaat een hoop extra geld kosten voor te legen. Maar ja, het is niet anders. De natuur, daar doe je niks tegen. Er zit Nelis alweer bij zijn bal. Helemaal gek. Het is heel mooi. Ja, ik ga het proberen te filmen. Ik weet niet of jullie het zien. Ja, op de film is het haast niet. Maar daartussen zie je dat er zonnetje opkomt. Echt knaloranje tussen de bomen. Nou, we gaan weer lekker hobbyen vandaag. En we nemen jullie weer mee. We zijn onderweg. Even op verjaardagsvisite. Het vries lekker, hè? Ja. Zie ik ze snoepen? Ja. Oké. En met mijn ijsmuts op in de auto, maar dat maakt niet uit. Dan komt de rivier, die moet je even filmen. We gaan eens even kijken of we het kunnen filmen. De Klarel. Ja. Je ziet toch ijsschotsen? Dat komt eraan. Het zal niet heel erg lang meer duren. Zal niet lang meer duren, nee. Het is min 6. Is het nu min 6? Min 6 is het. Ah, oké. En vanmorgen was het? Min 30. Min 12. Het voelt als min 30. Nou ja, gelukkig. Geen wind. Geen wind. Nou is het zonnetje een beetje weg, maar morgen zou het een hele zonnige dag worden. Ja. We gaan kijken. Het kacheltje brandt. De motoren draaien, want. Het is momenteel 8:30 ochtends en het is, even kijken, is het te zien, bijna niet te zien, min 14,6. Ja, we gaan straks even zwemmen. Hè, Jacques? Ja. Even wintertraining gaan we doen. Dus ik weet niet of de beelden helemaal goed doorkomen, maar... Ik denk dat het te koud is om te filmen. Ja, ik denk de camera het niet doet. Denk ik ook. Nee, dat gaan wij niet doen. Maar we gaan wel even lekker klussen buiten. Ik ga vandaag op de planning heb ik een, hoe heet zo'n ding? Compostbak. Compostbak ga ik maken met twee vakken. Eén voor het ene jaar en dan gaan we dit jaar vullen. Dus we hebben er dit jaar nog niet veel aan. Maar dat ga ik wel proberen te maken. Kijken of het een beetje uithoudt buiten. En ik heb een of ander skipak gekocht. Ga ik denk ook gelijk even testen. Nou, dat is het wel, denk ik. Misschien gaan we nog wel meer doen, maar dat zien jullie vanzelf. We zijn ons een beetje aan het wapenen voor de kou. We hadden nog een vlies ding gekocht. En, ik weet niet of het te zien is, maar ik heb mijn skipak aan. Dan mag Jacques straks even filmen. Maar die doe ik er nog even onderaan. Oh, oh, oh. Thermo shirt eronder. Kleed zo lekker af, hè? Ja, even wennen, want ik heb een L'tje in plaats van normaal bekoop XXL, maar het andere was echt te groot. Oh ja, veel te groot. En dit is... Deze is gewoon goed. Net op de maar, laat zien. Kijken of het warm genoeg is, hè? Net toch. Oké. Okay. Hier ken ik bij mijn broek. We zijn even in het uitbouwtje, daar is altijd net even ietsje warmer. Maar ik weet niet of het te zien is. Nee, hè? Oh ja, heb je hem. Min 13. Je kan toch zien dat het allemaal een beetje wit aan het worden is buiten. En gewoon puur van de vorst. Maar als het goed is, komt er... Vandaag wordt het mooi weer. Kijk. Strak blauw, dus we kunnen vanmiddag ook nog eventjes bij een meer gaan kijken. Gewoon even kijken of het al dichtgevroren is. Maar... wat wilde ik nou eigenlijk zeggen? Oh ja, van de week komt er sneeuw. Als het goed is, niet veel. Maar ja, dan wordt het een echte witte wereld. Ja, we hebben wat pallets verzameld. Tenminste, heb ik niet verzameld. Die hebben de buren verzameld. Dat heb ik van hun gehad. Dankjewel Anton, Iris. Ik ben er weer blij mee. Nou, ik ga van, wat zijn het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pallets. Dat moet het gaan worden. Ik ga het een beetje in elkaar schroeven. En dan... vrachtwagen, die zie je niet zo heel veel. Twee deurtjes met scharnieren, maar ik heb geen scharnieren meer, dus dat moet wel eventjes kijken. Volgens mij is mijn neus aan het bevriezen. Maar als het maar niet afvriest. Hè? Goed, we gaan de rest we gaan nog even in elkaar schroeven.
En dan zien jullie hoe het wordt. Bakken zijn in zover klaar. Hè? Kijk, dit staat er even los voor. Dus ik heb eigenlijk twee vakken gemaakt. Nou wil ik aan de binnenkant hier nog gaas doen. Maar ja, dat heb ik nog niet. Maar dat komt. Komt goed. Maar ik zit even te twijfelen wat ik hiermee moet gaan doen. Of dat ik de deuren in maak die open kunnen. Dat is makkelijk als je hem vol wil gooien. Maar je kunt natuurlijk ook van bovenaf erin gooien. Of dat ik hem dicht maak. En dan zorg dat alleen de onderkant eruit kan. Zoals bij een huistuin- en keukencompostbak. Ja, even prakje denken. Kijk, normaal zou ik zeggen schroef voor scharnier aan, maar die heb ik niet. Ik heb een hekel aan kopen. Ik dacht dat ik nog wat had, maar helaas. Maar even denken. In het kader van wie wat bewaart, die heeft wat. Kijk. Goed. Ik had nog de bovenkant van die deur, die ik voor de moestuin gebruikt heb. Ja, achteraf had ik die deur beter heel kunnen houden, denk ik. Want iedereen zegt, je moet het hoger doen, dat gaas. Maar goed, gaan we dan in het voorjaar wel weer zien, wat we daarmee doen. Maar daar zat nog een scharniertje aan. Dan heb ik nog een doos, een kissie, daar. Met allerlei nog wat troep. Dat is blijven staan van de vorige bewoners, of de bewoners daarvoor, dat weet ik niet precies. En laat daar nou net zo'nzelfde scharniertje in zitten. Dus we gaan één deur gaan we in orde maken. Oh ja, nog een tip voor als je in buiten ergens bent waar het vriest en je wil wat vastschroeven, doe dan niet die schroeven in je mond. Die zijn gelijk vastgebakken. Dus, nou ja, dat vriest gelijk vast. Maar het is goed koud. Dat was min 15, ik weet niet hoe het in mijn schuurtje is. Min 14,5 denk ik. Maar we gaan scharniertjes er even aan doen. Nou, we hebben toch maar even scharnierend gemaakt. Een heel klein laagje zit erin tot de eerste plank. Maar die gaan we dus nog met gaas bekleden. Of ik zit te denken met folie misschien en dan gaatjes erin maken. Dat kan ook nog. Folie heb ik namelijk genoeg. Ja, gaas ziet er iets beter uit. Maar goed. Kunnen we hem vullen. Ik kan het deurtje gewoon lekker dicht. En dan kan hij volgend jaar open. Om hem leeg te halen. Maar goed, het begin is er. Nou, ze zijn toch zover af. Ik heb het even zo gedaan. Die haken had ik nog liggen. Dus dan kan ik hem zo erin tillen. Aan deze kant nog een oogje met een haakje. Hoppa. Dus de een kan wel open. En de ander kan je eruit tillen. Nou, prima, kost weer niks. Helemaal goed. Nou, waar zijn we beland? We zijn bij het plekje beland, waar ik een tijdje geleden ook was, aan de Klarelve. Nou, het water staat hoog, tenminste het water staat niet hoog. Het ijs staat hoog. Nou, dat gaat geen dagen meer duren of het helemaal dichtgevroren is. Even kijken of ik daarheen kan lopen. Dan moet ik over het ijs een stukje. Ja, dat kan ik opstaan hoor. Nou, hier kan je nooit op schaatsen hoor. Er staat echt te veel stroom in. Ik ga jullie zo meteen meenemen naar een andere plek nog. Naar het meer. Maar hier kan je goed zien hoe snel het aan het dichtvriezen is. Het is momenteel min 9. Maar kijk eens hoe mooi. En het geluid, ik weet niet of jullie het horen, ik ga even mijn mond houden. Gaaf hè, je hoort gewoon die ijsplaten langs elkaar heen. Ah, kijk eens, hoe geweldig. Nou, je kan dus eigenlijk zien dat het vanaf daar... Daar ligt het helemaal dichtgevroren.
En dan komen natuurlijk allemaal ijsplaten aan. Die vullen dat gat weer op. Ja, ik vind dat mooi. Misschien dat ik straks nog even terugrijd, de terugweg. Het zal over een half uurtje zijn. Ben benieuwd of je dan eigenlijk al verschil ziet. Ja, ik vind dat echt waanzinnig om te zien. Ik zal even naar de andere kant lopen. Kijk dan hoe waanzinnig. Er komt gewoon ijs, allemaal ijs. Kijk, het geluid wat je hoort, daar ligt een stuk wat steviger uit. Nou hoor je het langs schuren. Dat is gaaf, hoor je dat? Het wordt meegenomen en het stopt het geluid. Ik hoop dat het te horen was op de film. Hier kan ik uren naar kijken, ik vind het echt geweldig. Eigenlijk nu al dat het alweer een stuk dichter is als net. Gewoon 5 minuten geleden. Je ziet gewoon dat het langzaam aansluit, het ijs. Mooi, hè? Echt waanzinnig. En hier zijn we bij een van de vele meren. Hier stonden we van de winter. Met de auto's bovenop. Nou, die ligt helemaal dichtgevroren. Sterker nog. Ik sta er gewoon bovenop. Het is hier niet zo diep, 20 centimeter, maar... Bizar, hè? Maar kijk hoe helder het is. Dat is toch een aardig dikke laag. Maar ja, het is niet gek, hè? Het was vannacht rond de min 15 volgens mij. Nu is het ook nog steeds min 9. Ja, en dan groeit het best hard aan natuurlijk. Waanzinnig mooi, hè? We zijn weer bezig met een klein project. Nou ja, de meesten zullen hem wel herkennen. We gaan willen graag zo'n verkeersbord met een eland. Maar die dingen zijn niet te betalen. Dus wat doen we? We maken hem zelf. We maken hem lekker zelf. We hebben verf gekocht. Ook weer niet goedkoop. Nee, dat was echt heel duur. Kost ook weer 2 euro. Ja. Maar we gaan... We gaan het lekker proberen. Tenminste, Jacques mag verven. Ik heb een driehoekje gezaagd. Komt goed. Tenminste. Dat hopen we. Dat hopen we. Doe maar even duimpie. Duimpie. Doei.
Dit was het. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende vlog. Als je nog niet geabonneerd bent, druk even op die knop. En even op het belletje. Als je belletje drukt trouwens, dan krijg je bericht als er een nieuw filmpje is. Ja. Nou, lid worden mag ook. Dat vinden we helemaal top. En... laat een reactie achter. Helemaal top. Dankjewel. Tot de volgende. De mazzel.